Dag allemaal, ik ben Michael van vloerverwarminginfrezen.be en vandaag ga ik u tonen op welke manier wij kunnen vloerverwarming rechtstreeks invrezen in bestand tegels. Jawel, rechtstreeks in bestand tegels. Wij bezoeken altijd alle werven voor die techniek, omdat we moeten zeker zijn dat de tegels goed gelijmd zijn en zeker niet op een zandbed bestaat. Wij komen kijken en even checken dat de tegels goed gelijmd zijn, omdat een tegel die niet goed gelijmd is, zal altijd ontploffen wanneer we komen invrezen. Wij moeten ook nakijken dat het geen zand eronder staat, zonder dat wanneer we gaan invrezen, gaan we alle de zand ook kunnen uittrekken met onze stofzuiger. Dan gaat uw hele vloer zakken. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus als uw tegels goed gelijmd is op niveau en dat we klaar zijn om dat in te frezen, we gaan dus kunnen infrezen, inslijpen en rechtstreeks in die sluivers onze buizen van 14x2 komen inleggen. Nadat kunt u rechtstreeks erop terugtegel, ofwel een parket, gelijmd, zwevende, een mortex of noem maar op. Alle soorten afwerkingen zijn mogelijk erop. En als iemand zegt u dat het helemaal onmogelijk is of gevaarlijk, dan belt u ons maar. Wij werken met de grootste merken van lijmen in het markt. Mapei, Sika, Caracol, PTB Compactuna. Er is dan geen probleem van waarborg en kwaliteiten van werken erna. Dus je zegt mij, Michael, dat het mogelijk is om rechtstreeks in mijn tegels te invrezen. Dat is heel mooi, zonder alles uit te trekken. Comfort zal fantastisch zijn en mijn energieverbruik zal verminderd zijn. Inderdaad. Maar wat gebeurt er dan met mijn niveau? Ik ga omhoog gaan met mijn nieuwe afwerking. Wat moet ik dan doen met mijn deuren? Wel ja, u moet uw binnendeuren natuurlijk snijden. Het is logisch. Er komt een andere afwerking boven, dus je niveau zal verhogen. En wat gebeurt er met mijn voordeuren en de deuren van mijn keuken? Wij adviseren u om in de bestaande vloer een soort van sas te maken en daarin een deurmat te installeren. Zo bent u op hetzelfde niveau voor de voordeur en de deuren van de keuken en u komt daarna met een hoekijzer op het nieuwe niveau van het nieuwe afwerking dat u gaat plaatsen. Dat zal ook netjes zijn als u binnen thuis komt om uw schoenen op die deurmat te zetten. U kan dan uw huis verwarmen, maar ook koelen als u een warmtepomp in de verter zou plaatsen. En de temperatuur te veranderen wanneer u wenst en heel snel. Dat is een super voordeel van ingevreesde vloerverwarming die rechtstreeks in contact is met uw afwerking. Ga u werken, ga u slapen, u mag het stoppen. Iedere kamer en badkamer boven kan ook vloerverwarming hebben met een regulatie. Daarmee kunt u ook koelen of verwarmen wanneer u wenst op de termijn dat u wenst. Wij bezoeken alle werven, we maken een plan voor alle werven en ook een hydrostudie door een ingenieur om zeker te zijn dat uw comfort gegarandeerd zal zijn. Als u vragen hebt, als u wenst in contact met ons te komen, ga maar op onze website www.vloerverwarminginfrezen.be of bel ons op 0800 59123. We staan er klaar om u te helpen in uw nieuwe projecten.